Dan heb ik hier allereerst twee frietjes. Beter? Hij is wel beter zo. Hij is beter denk ik, hè? Ja. Hallo. Ik probeer hier heel de hek uit te leggen. Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag hebben we een hele leuke video voor jullie. Vooral een hele lekkere. We gaan namelijk 24 uur lang McDonald's eten. Ik ben benieuwd of we aan het eind van de dag er nog steeds zo positief over zijn. Ja, nou maar... als er één video is, één challenge die ons wel gaat lukken, dan is het deze wel. Ja. Wij zijn hier al maanden voor aan het voorbereiden, aan het trainen. Nee. Wekelijks. Helemaal trainen. Helemaal niet. Nee, maar ik heb er wel zin in. Ik heb hem trouwens al ooit een keertje eerder gedaan. En ik kreeg gewoon heel veel vragen naar van wil je alsjeblieft een keer 24 uur McDonald's doen? Wil je het alsjeblieft weer een keertje gaan doen? En ja, hier gaan we. Dus ik ben benieuwd of we aan het eind van de dag nog steeds positief zijn. Maar wij gaan dus naar de McDonald's toe en dan zien we jullie daar weer. Wij zijn net voor de eerste keer door de McDrive geweest. Natuurlijk voor het ontbijt. En we hebben best wel een grote bestelling. Klopt. Vind ik. Ik denk wel een van de grotere bestellingen om 9:30 's ochtends. Ja, ik moet ook zeggen. Normaal heb ik 's ochtends niet echt honger. Want ik ontbijt meestal niet. Ik ontbijt echt, soms wel om 9 uur. Soms echt om 2 of 3 uur. Dat je echt denkt van... kies iets. Ja, dan is het geen ontbijt meer. Nee, dan is het geen ontbijt meer. Maar nu heb ik echt best wel honger. Maar dat komt ook omdat het gewoon allemaal lekker uitziet. Dat het voor je neus staat. Ja, en dat het gewoon lekker ruikt. Allereerst hebben we dus deze pannenkoekjes. Die zien er heel lekker uit. Heel lekker uit. Eén minpuntje. Ze hadden dus geen Nutella. Ik weet niet of ze nu sowieso zonder Nutella doen. Maar ik weet wel dat ik ze eerder altijd kon bestellen met stroop en Nutella. En nu dus alleen maar met stroop. Dat is jammer. Maar ja. Nou, in ieder geval, Joyce heeft een thee... Je wilde eigenlijk muntthee, maar het is een normale thee geworden. Normale thee. En ik heb een ijsthee. En die hoort ergens bij, want Joep dacht, laat ik om 9:30 's ochtends gewoon een chili chicken bestellen. Ja, maar Joyce doet net of het heel geks is of zo dat ik een chili chicken bestel. Maar ik denk echt dat veel meer mensen dat ook gewoon doen. Ja, oké, misschien wel. We hebben trouwens ook weer de plank bij, dat we een tafeltje hebben. Die blijft wel heel erg handig. Ja, hoppatee. En Joep heeft dus ook nog pannenkoeken. Maar er zit dus stroop bij. Het zit er nu niet over, toch? Nee, je moet zelf erop doen. Ja. En we kregen dus ook op de video van de gekke eetcombinaties proeven van de McDonald's. Echt, ik kreeg daar zoveel leuke aanraders op. En dus ook eentje die ik echt wel interessant vond. Namelijk een Egg McMuffin met frietsaus. Maar jij bestelde het ook echt gewoon. Mag ik een Egg McMuffin met frietsaus? Dat ik echt dacht... Zij snapt nu echt niet wat jij bedoelt. Ja. Zij denkt echt van... Ze zat echt zo... Een Egg McMuffin met frietsaus. Jij zo... Ja. Oké. Nou, ik moet zeggen... De eerste keer dat ik die comment las... Ja. Dacht ik ook van... Huh? Een muffin met frietsaus? Want er stond gewoon McMuffin met frietsaus. Ja. Dus ik had er even niet over nagedacht dat het natuurlijk zo'n burger was. Dus ik dacht oprecht aan zo'n cakeje. Ja. Wie gooit er nou frietsaus over zijn cakeje? Toen ik dit las dacht ik echt wel oprecht van... Dit lijkt me echt lekker. Ja, het lijkt me op zich ook wel... Een prima combinatie, maar wanneer probeer je dit voor de eerste keer? Wanneer denk je van, oh, laat ik eens een McMuffin bestellen en er frietsaus overheen gooien? Ja, ik vind het wel een goeie. Lijkt mij wel heel erg lekker eigenlijk. Oh, dat is de stroop. Ja, dat is de stroop en dus nog thee en een frietje voor jou. Nou, jongens, we hebben een heel ontbijtje, maar ik vind het wel grappig, want... Ik heb echt zo pannenkoekjes, thee en Joep zegt zo... Ik heb ook pannenkoekjes. Chili chicken, frisdrank. Ja. Maar inderdaad, nou ik moet heel eerlijk zeggen, als wij soms op vakantie gingen, dan deed ik 's ochtends ook gewoon op Schiphol hoor. Dan zat ik om 7 uur 's ochtends al aan de kipnuggets hoor. Ja, veel eerder. Dus op zich kan het wel. Waar gingen wij toen naartoe? Toen hadden wij om 6:30 's ochtends of zo, hadden we op Schiphol al 20 nuggets besteld. Dat was naar Amerika volgens mij. Echt? Ja, met Mare. En Mare had toen zo'n ding. Nou, volgens mij hebben we dat gewoon al vaker gedaan. Wow. Dat is raak. Volgens mij hebben we dat gewoon al vaker gedaan. Ja, ze zien er wel top uit. Gewoon heel eerlijk. Ik vind het ook wel grappig dat dit dan volkoren pannenkoeken zijn. Zo van McDonald's is healthy. Ja, dat is ook een beetje... Echt grappig toch? Mislukte moeite. Oké, zullen we doorgaan naar die McMuffin? Ik denk echt dat dit vet lekker gaat zijn. Gewoon heel eerlijk. Ja, maar het is zo niet de bedoeling. Dat is wel lekker. Ja? Is een goede combi? Nou, ik vind het echt lekker. Dit maakt het gewoon stukken beter. Nou, wij gaan dus nog even verder eten. Joep gaat eigenlijk zijn chili chicken op eten. Die heb ik voor het laatst bewaard, dus daar heb ik echt nog wel zin in. Ik vond het echt een goed ontbijtje. Ja, prima. Kunnen we er wel even tegenaan. In mijn element. Helemaal top. Oké, nou, we zien jullie straks weer als we het volgende gaan eten.
Het is nu 12:30 en het is weer tijd om naar de McDonald's toe te gaan. Ik heb al best wel honger. Ja, best dus ja, wel, hè? Ik heb eigenlijk best wel veel ontbeten, want ja. Ik heb ook nog een deel van jouw pannenkoek op. Klopt, jij hebt wel iets. Ja, maar ik heb op zich, ik heb wel zin in wat lekkers. Dus ja, wij gaan nu even... Dat zal ook weer eens doen. Ja. Wij gaan even kijken op de app van de McDonald's, want ik wil even iets anders bestellen dan wat ik normaal altijd bestel. Ja, nou, maar dat is het lastige, want eigenlijk pakte ik altijd of zo'n homestyle crispy chicken, ja. Alleen die zuid assortiment, ja. Of een chili chicken, maar die heb ik vanochtend al gehad en ik moet vanavond ook weer iets hebben. Daarom. Dus ik ga even kijken. We kijken ons wel even in de auto. En dan gaan we dus op weg naar de drive. Wij zijn weer terug van de McDonald's. We hebben weer van alles. Oké, waar gaan we mee beginnen? We hebben een goede lunch. Zeker. We hebben... Oh, ik ga deze eerst even koud zetten. Oh ja. We hebben namelijk 2 McFlurries. En die moeten even in de vriezer staan. Ja, want dan zijn ze dadelijk milkshake. Even voor strakjes. Dan heb ik hier allereerst 2 frietjes. Wat hebben we nog meer? Servetten, een hamburger, want daar hebben we daar nog zo'n hack mee, ja. Die mensen in de comments hadden gezegd. Daar ben ik ook echt benieuwd naar. 2 keer frietsaus. Altijd lekker. Oude vertrouwde macroket voor Joyce. Ik hou echt van macroket. Ik ben altijd zo bang dat er een keer een moment komt dat die weg is. Ja, maar dat kan ook bijna niet. Want dat is echt zo'n Nederlands ding, zeg maar. Volgens mij is het wel heel lang. Dan hebben ze alleen in Nederland, toch? Mm-hmm. En 9 kipnuggets. Hey, er zit geen saus bij. Meen je dat? Net nu we gewoon echt saus nodig hebben. Ja, anders kijk maar in de koelkast misschien. Ja. Voor een andere sausje. Oh. Oh, maar dan heb ik ook geen zoetzuur. Oh, nee. Die hebben we volgens mij nog 1. Die hebben we nog 1. Kan je die pakken? Ja. Ja. Doe. Nou, McDonald's, wij lossen het zelf wel op. Zoetzure saus, die we nog een keer over hadden. En barbecue saus. Het is niet van de Mac, maar nee. We keuren hem goed, want er hoort gewoon barbecue saus bij. Nou, bij de hack hoort barbecue saus die we willen doen. En als de Mac het vergeet, dan mogen wij die gewoon even toevoegen. En allebei nog drinken, een ijsthee. Ja. De hele dag water is verder ook saai. Ja, dat klopt. Terwijl wij drinken eigenlijk allebei bijna geen frisdrank, maar van de McDonald's vind ik het toch altijd heel lekker. Ik vind deze ijsthee ook echt lekker. Maar het is wel, ze hebben voortaan van die doorzichtige top, zeg maar. En dan zie je dat er eigenlijk best wel weinig in zit. Ja. Ik zeg, ze hadden hem beter gewoon doorzichtig kunnen laten. Of juist niet doorzichtig. Ja, precies. Zag je tenminste niet dat hij half vol zat. Ja, precies. Dat is echt waar. Sowieso, dit is ook plastic, dus ik snap ook niet het doel. Ja, dit is ook gewoon plastic. Ja. Ik weet het ook niet. Ga je beginnen met je hack? Ik pak even een kipnuggetje op. Een gekke hamburger hack uit de comments van de video waarin wij dus allemaal gekke combinaties gingen testen. Mm-hmm. Daarin zei iemand dat ze een hamburger had. Ik ga hem even zo openleggen en daar kipnuggets op deed. Dus die hebben we dan ook weer. Moet ik hem vasthouden? Ja, doe dat maar. En dit hadden wij de vorige keer ook, alleen dan met een cheeseburger. Ja. En dat was dus best wel lekker. Ga ik er 2 of 3 op doen? Ik denk 2, want ik denk dat het gaat vallen. Maar deze, ik weet niet of het een jongen of een meid was uit de comments, die zei dat ze er ook de friet nog overheen legde. En dat vind ik een hele aparte. Maar goed. Ik wil het er echt vet uitzien. Ik denk dat het echt een goede is, joh. Friet erover. Ik zal trouwens ook steeds even alle comments erbij zetten, dat jullie weten van wie ze komen. Ja. En dan nog... Frietsaus eroverheen. Ik vind het echt een hele aparte combi. Ik vind het goeie. Ik blijf gewoon door eten. Ik heb zo'n honger, jongens. Ik heb echt gewoon honger. Hou de burger is stil. Sorry. Het ziet er wel grappig uit. Kijk. Ik vind het er echt vet uitzien. De frietjes steken eruit. Ja. Oké, hoe gaan we dit eten? Dat is de nieuwe vraag. Ja, ik denk... Nee, het lukt wel, denk ik. Het is lastig, maar het lukt wel. Ik weet niet, ik vind het wel lekker, mm-hmm. Maar ik vind de friet niet per se toegevoegde waarde hebben. De friet proef je niet echt. Nee, je maakt het een beetje droog. Nee, ik vind het wel lekker. Ja, het is op zich wel lekker. Mm-hmm. Je hebt ook in Frankrijk en zo zijn er veel meer gerechten waar ze gewoon friet doorheen gooien. Maar nu proef ik de friet wel, ik vind het wel lekker. Als je daar bijvoorbeeld een rol dunner bestelt of zo, dan gooien ze er ook echt friet doorheen. Oh, ik vind het heel lekker. Sowieso, ik zag super veel comments met... Ik eet dit met frietsaus, ik eet dit met frietsaus, dit met frietsaus. Ja, gewoon... heel veel mensen die frietsaus over de burgers gooien. Ja. Een goeie. Weet je wat ik altijd lastig vind van frietsaus? Soms zit ik zo van... Eén keer had ik tegen papa gezegd, mag ik alsjeblieft
een friet met mayonaise. Ja. Kreeg ik mayonaise. Nou, ik was echt niet happy. Ik had echt zoiets van, ja, laat maar zitten dan. Jij vindt deze gele McDonald's saus, die, echt een stuk lekkerder, hè? Oh my. Nou kijk, we hebben veel servetten, maar zoveel. Maar ik vind eigenlijk de gewone mayonaise lekkerder. Echt? Ja. Ik vind deze niet per se. En je moet een beetje van allebei soms pakken. Ik ben blij dat we dit niet in de auto hebben geprobeerd, want het ligt echt overal. Ja, ik vond het zeker wel een goede aanrader. Ja. Oh, krijgt de hik. Handig op video. Maar mij doet de hik zoveel pijn als ik dat heb. Ja, dat is raar. Ja. Maar ik heb ook veel vaker de hik. Weet je, ik ben heel benieuwd of meer mensen op YouTube dit hebben. Ik krijg altijd de hik als ik wortel eet. Gewoon dat is zo raar, maar dat klopt, ja, dat heb je altijd. Ja, maar altijd de hik. Dat is toch raar of zo? Ja, hebben meer mensen dit? Want ja, maar serieus, dat zou best kunnen. Misschien is het wel een of andere gekke aandoening of zo. Ja, maar misschien is het wel zo dat je gewoon persoonlijk iets kan hebben inderdaad, waardoor je gewoon sneller de hik krijgt. Maar niet per se dat iedereen daar gewoon maar iets anders heeft. Wortel. Ja, ik ben echt benieuwd of meer mensen dat hebben. Maar ik denk dat wij hierbij even, we zijn toch bijna klaar, de video gaan stoppen, want anders wordt het een hele mukbang. Ja, maar gaan wij nu de McFlurry eten of dadelijk? Ik denk dadelijk, ik zit best vol. Als we, blijft dat goed? In de, volgens mij hebben we het ooit al eerder gedaan bij in de vriezer. Ja. Het wordt wel minder lekker, maar het blijft wel anders doen we het over een uurtje of zo, we kijken wel. Maar in ieder geval, anders wordt het een hele mukbang, dus we zien jullie zo weer. Het is nu 4:30, dus echt wel een stukje later, want ik zat echt nog vol. Ik ook best wel. Ja, best wel. Maar we hebben de McFlurries weer uit de vriezer gehaald. Ze zijn nog niet helemaal hard gevroren. Okay. Daar was ik bang voor. Chill. Dat nou echt gewoon één grote brok was geweest. Chill. Maar we kregen dus ook in de comments van de vorige McDonald's video met de gekke combinaties de tip dat je McFlurry... Hallo, ik probeer hier heel de hek uit te leggen. Mevrouw gaat even al alles opeten. Wat ik wilde zeggen, de tip dat je McFlurry M&M en McFlurry Oreo moest mixen. Alleen ze had eigenlijk gezegd van joh, vraag even of ze het samen willen gooien. Ja. En dan zonder saus. Dus ik heel braaf aan die mevrouw gevraagd van hey, we hoeven er geen saus op. Maar zou je dan wel en M&M's en wat Oreo erbij mogen doen? Ja. Want hè, voor een ijsje van meer dan 3 euro mag dat wel. Maar mevrouw was niet zo vrolijk vandaag. Ja. Maar die kijk, vrouw bij de McDonald's was echt niet aardig. Nee, dat je niet dag hebt, kan gebeuren. Dan ook nog eens dat de saus niet mag, kan ook nog gebeuren. Maar dan ook nog eens de barbecue saus vergeten. Ja. Ik ga kapot, oké. Okay. Ja. We hebben er 2 gekocht. Ja. En die gaan we mixen. Ja, dus, voordat Joyce hem helemaal op heeft. Ja, dus een McFlurry M&M's, wat echt mijn lievelings is. Met dus een McFlurry Oreo. Kijk, dit is maar hij is helemaal niet goed. Nou heb ik bijna geen M&M's meer. Nee, maar jij krijgt ook de helft van mij. Oké. Okay. Dus dan hebben we 50-50. Oh, dat is slim. Wow, dit is slimmer dan wat ik had bedacht. Ja, geef ons maar de link. Ja, top. En nou even goed mixen. Dan kunnen ze daar bij de McDonald's ook al niet. Ja. Dat is er gewoon algemeen. Nee, maar normaal hebben we echt super aardige mensen bij de McDonald's. En deze keer was het echt van, oké, sorry. Het maakt mij niet uit als er iets niet kan. Of als iets niet werkt. Of als het systeem niet kan of zo. Mm. Maar zeg het tenminste een beetje aardig. Heel lekker. Ja? Mm-hmm. Ik vind het heel lekker. Ja. Een aparte combi. Ik had sommigen zeggen minder special verwacht of zo. Ja. Snap wat ik bedoel? Ik had gedacht dat het gewoon normaal was. Mm-hmm. Maar het is apart, want je weet niet goed wat je gaat eten als je het... Mm-hmm. Ja, heel raar uit te leggen. Oh, heel lekker dit. Ja, dit vind ik echt een goeie. Weet je, McDonald's moet dit gewoon gaan opnemen in zijn assortiment. Goedenavond, mag ik een groot crispy chicken menu? Groot crispy chicken menu met frietsaus en cola. Frietsaus en ijsthee alsjeblieft. Het is nu 8:30. Het is gewoon nog 8:30. Echt? Ja, maar het is gewoon nog helemaal licht, dus het lijkt veel vroeger. Ja. We zijn een beetje laat met eten, want we hadden nog niet echt honger. Nee, ja, sowieso, wij eten altijd laat, want wij eten thuis ook nooit voor 7:30. Klopt.
Dus en op zich. En bijkomend voordeel is wel dat het nou niet zo druk was bij de Mac. Ja, dat was wel heel veel. Ik denk serieus dat het om 9 uur of zo nog bijna het rustigste is bij de Mac dat van de hele avond. Want denk ik ook. Om 6 en 7 uur komen echt mensen eten. Mm-hmm. En vanaf 10 uur staat het gewoon vol met de McDrive mensen. Mm-hmm. Maar we zijn er weer geweest. Dikke was de meid aan de balie wel heel aardig. Heel aardig. Juist weer echt super ja. aardig. Dus als die een beetje gemiddeld pakken, dan is het helemaal top. Maar wat hebben we besteld? Ik heb een chili chicken en ik had echt, echt weinig honger. En ik heb dus een flesje water. Ik had gewoon echt weinig honger. Ik heb een groot menu en Joyce gaat toch wel weer mijn frietjes mee eten. Mm-hmm. Daar is ze allemaal bezig. Mm-hmm. Maar jij wil eigenlijk medium. Met weer een ijsthee. Ja, ik wil eigenlijk medium. Dus toen zei dus ik nou dat is het prima. Ja. Maar dit is eigenlijk al mijn derde ijsthee hier van de dag. Maar ja, het is gewoon het lekkerst. Ik heb hier nog frietsaus. En Joep heeft dus... Je moet even je menu laten zien. Je moet even je menu laten zien. Ik pak even wat frietjes. Ik ga de tafel er weer bij pakken. Mm-hmm. Ja, oh, slim. Nou, dan moet ik eigenlijk... Geen tafel. Geen tafel. Als jullie de volgende... De mensen die weten waarom we geen tafel doen. Ja, als jullie die KFC mukbang hebben gezien. You know. Als je de tafel zo op het stuur doet, dan tutel je heel de buurt wakker hier. Dus dat gaan we niet meer doen. Dat gaan we niet doen. Goed. Ik heb een homestyle crispy chicken. Alleen helaas hebben ze dus alleen nog maar de honing mosterd versie. Maar ja, je moet iets hè. Heel veel mensen zeiden toen ook in de comments van... Ja, ik baal ook dat die andere weg is. Ja, want ze hebben de eigenlijke homestyle crispy chicken gewoon met een barbecue saus en zo hebben ze weggedaan. Maar daarom zei iemand in de comments van... Vraag gewoon je eigen barbecue saus erbij en doe die erover. Maar van dat soort comments hou ik. Ja, dat is lekker handig. Dan denk ik, dit is handig. Hier hebben we wat aan. Dit is top. Gewoon... Dit is echt gewoon top. Ja. Alleen, ik weet niet of het helemaal hetzelfde is. Ik denk het niet, want hier zit echt wel veel ander spul op. Ja, kool en zo, toch? Ja. Nou ja, echt van dat zure spul. Ik weet niet, deze is ook wel lekker. Maar die andere was wel lekkerder. Ja. Even kijken, ga ik het nu al proberen? Ja, ik zou het gewoon opdoen. Dan heb ik wel even hulp nodig. Zit ze mijn friet ook gewoon allemaal op te eten, hè? Nee, nee. Ze heeft hem gewoon hier tussen de benen staan. Gewoon heel dat bakje toegeëigend, gekoloniseerd. Ik ga dadelijk wel een nieuwe halen. Nee. Dit wordt wat. Geniet van je barbecue saus. Ja, deze keer hebben we wel. Stop. Hij ziet er zo lekker uit, hè? Niet normaal. Beter? Hij is wel beter zo. Hij is beter, denk ik, hè? Ja. Die barbecue saus erop, maar barbecue saus is altijd beter. Ja. Hij is wel beter. Mooi. Nog een hapje. Je hoeft het echt zo, bestel je eigen eten. Ja, wel beter hè? Mm-hmm. Oh, lekker. Ja. Lekker. Heb je nou spijt? Ja. Weet je, dat ding... Ja, dan wil ik niet beginnen over dat het slecht is, maar dat ding is bijna 1000 calorieën hè? Ik weet niet, maar... Ik heb ook gewoon het gevoel dat ik sinds corona minder ben gaan eten. Ik kan echt niet meer zo heel veel... Ik zit nu echt... Heel veel mensen zeggen ook van de McDonald's, oh daar zit ik niet vol van. En ik zit gewoon de hele dag vol. Ja, maar op zich snap ik dat wel. Dat je minder nodig hebt, want je doet ook gewoon minder. Ja. Dus na een tijdje, als dat maar lang genoeg duurt, heb je ook gewoon minder energie nodig. Daarom. Dus ik ben gewoon met mijn chili chicken helemaal... op zich zou er dan juist goed moeten gaan als we dadelijk wel weer van alles moeten gaan doen. Ja. Maar ik vind deze ook gewoon altijd zo lekker. Zo'n chili chicken blijft gewoon top. Gewoon altijd goed. Mm-hmm. Lekker snel, lekker handig. Mm-hmm. Maar wij gaan dus nog even verder eten. En dan is dit eigenlijk alweer het einde van deze video. Ja. Ik heb wel lekker gegeten. Ik ook. Nou, we hebben het nog best gevarieerd gegeten. We hebben echt ontbijtje, echt een soort lunchje. En dit is wel echt, tenminste voor mij, echt de avondeten. Ja, klopt. Nee, klopt. Dat is wel zeker waar. Ja, ben ik mee eens. Maar vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daar zou je me heel erg blij mee maken. Oh ja, en ik krijg ook nog heel veel leuke tips voor nieuwe video's. Bijvoorbeeld om eetcombinaties bij de KFC te proberen. Ja. Of bij de Burger King. Ik heb er naar gezocht, maar ik kan gewoon niks vinden. Nee, dat is lastig denk ik. Want wij komen daar niet zo vaak. Nee, maar ik kan gewoon geen hacks daarvoor vinden. Of gekke dingen of zo. Maar als jullie nog leuke combinaties hebben voor eten. Of juist bijvoorbeeld gewoon voor dingen die je thuis eet. Ja. Doe jij bijvoorbeeld softijs op je boterham,
Laat het ons weten. Ik weet niet of dat kan. Maar... wij gaan het wel testen. Of heb je nog leuke ideeën voor andere video's? Laat het dan zeker even weten. Ja. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doei!